Ik heb je de afgelopen week al verschillende dingen laten zien van de RAW-converter en een van de krachtigere dingen nog niet. En dat is het behandelen van meerdere afbeeldingen tegelijk. Ik heb hier een folder met verschillende RAW-foto's en ik selecteer er even heel simpel twee. En ik zeg openen in camera RAW. Wat je erbij krijgt, dat is een kleine filmstrip aan de linkerkant. En daarin staan in dit geval twee afbeeldingen. Er kunnen er ook meer staan en daardoor zou je misschien moeten kunnen scrollen. Maar dat maakt niet uit. Wat je nou kunt doen, je kunt beide foto's tegelijkertijd selecteren of met shift en de onderste ingedrukt te houden kun je er meerdere selecteren of als je helemaal veel foto's hebt kun je op ctrl a drukken en daarmee heb je ze dan allemaal. Maar in dit geval pak ik deze twee. Ga ik nu iets doen aan de foto, dan zie je dat het meteen effect heeft op beide foto's. En daardoor kun je vrij eenvoudig één foto aanpassen en dat meteen op meerdere foto's. Dat even terzijde. Ik herstel dit en ik selecteer gewoon één foto. Stel dat ik met deze foto aan de slag ga. Ik maak hem wat lichter, ik gooi het contrast wat omhoog, ik zet wat meer schaduw in. Ik haal de verzadiging er een klein beetje uit. Het lokale contrast gaat wat omhoog. En ik snij hem bijvoorbeeld uit. Met de crop tool. Nu heb ik bijvoorbeeld iets waarvan ik denk van nou hier kan ik dadelijk in Photoshop wel mee verder gaan. Maar dit wil ik ook meteen over mijn andere foto hebben. Zoals ik je eerder al vertelde zou ik hem kunnen selecteren met bijvoorbeeld Ctrl A en dan selecteer ik alle foto's. En nu komt de kracht, ik kan zeggen van pak deze foto en ga die instellingen kopiëren over alle andere foto's. En dat doe je met bijvoorbeeld hierboven instellingen synchroniseren. En dan krijg je een heleboel opties die jij eerder hebt aangepast. Ik weet bijvoorbeeld dat ik de belichting, het contrast, de schaduwen en de verzadiging heb aangepast. Maar bijvoorbeeld niet KVL-aanpassingen of transformatie of zo. Toch wil ik alles synchroniseren. En dan klik ik bovenin gewoon op alles en ik druk op oké. OK. En je ziet, mijn tweede foto wordt keurig net zo synchroon nagemaakt. Eventueel kan ik bijvoorbeeld zeggen van nou, ik wil de uitsneden een klein beetje ruimer. En dat stukje rechts dat Photoshop ik er later bijvoorbeeld wel weer bij. En zo kan ik heel makkelijk meerdere foto's in camera raw bewerken.